Ja, dit doet hij zelf hoor. Hij loopt tegen mij omhoog. Hij loopt gewoon tegen mij omhoog. Hoezo krijg ik daar nou weer geel voor? Hallo, scheids. Hier, kijk, hij loopt tegen mij omhoog. Ja, zie je Timo, je drukt gewoon snel door. Omdat je weet dat ik gelijk heb. Wil je snel, goedkoop en betrouwbaar FIFA coins kopen? Ga dan naar coinsfifakopen.nl. Gebruik de code TDT voor 7% korting. Hey kijkers van mijn kanaal, dus leuk dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe wager match tegen de one and only Timo vanuit Gameportaal. Woe, iedereen wordt gek. Ah. Ik heb een team gemaakt wat Timo gaat haten. Waarom? Omdat dit team fucking harde pace heeft. De spitsen hebben bijna allemaal meer dan 90 of eigenlijk tegen de 90 aan. Dus ik ben er eigenlijk wel klaar voor. Dus als Timo ook een beetje klaar ervoor is, dan kunnen we eindelijk beginnen. Kom maar op Timo. Ah, Timo is weg? Oké, Timo is terug. Is er ook meteen klaar voor. Die pannenkoek die reageerde ook even niet op Skype. Ik ben er klaar voor. Ik speel tegen het team van Timo. Hij zei dat hij een Duits team had. Oh ja hoor, de bitch heeft ook dikke pace, dikke pace. Dit gaat een hele spannende wedstrijd worden. Hij heeft Aubameyang. Alleen ik heb totaal andere spelers. Timo mogen de beste winnen. En dat ben ik natuurlijk, zoals je weet. Oh, kom op. Ik wil wel winnen van Timo. Hij heeft Lewandowski. Weet je waarom? Omdat die Pipo... Nou, eigenlijk kan Timo er ook niks aan doen. Maar laat ik het zo zeggen. De EA servers, die kan je momenteel geen spelers meer opruilen, dus... Ah! Oh nee! Ik was aan het vertellen! Man, een bal op de paal! Oh mijn god! Maar ik was aan het vertellen, je kan geen spelers meer wisselen, dus dat is best wel jammer. Dus daar ging het eigenlijk een beetje om. Dus Timo, die heeft nog steeds, om de een of andere bijzondere wijze... Oh! Ja! Ja! Op de een of andere bijzondere wijze heeft hij mij nog steeds niet zijn geld gegeven. Dus voor tijd, Timo, dat je me nu ook nog eens 1 miljoen coins extra geeft. Hier, geen geluk, gewoon winnen. Hoppatee. 1-0. Hop, hop, hoppatee. Oh, heerlijk dit. Oh. Man. Zie je Timo, je hebt gewoon poepteams. Mijn teams zijn beter. Ik heb een vraag voor jullie allemaal. Waar vinden jullie dat ik de volgende keer voor moet gaan wageren tegen Timo? We hebben nu heel snel 1 miljoen coins afgesproken. Maar zeggen jullie van... Nee, jullie moeten... Ga spelen om inform Arjen Robben. Of ga spelen om deze speler. Of ga spelen om... Nou ja, weet je, dat laat ik aan jullie over. Maar wat vinden jullie waar wij om moeten gaan spelen? Want dat vind ik toch wel een goede vraag voor mij. Als jullie nou zo'n speler achterlaten of een x-bedrag of weet ik het wat. Mag van alles zijn, als je maar wat achterlaat. En of welke console speel je? Laat dat ook even achter als je niks weet. Het is wel cool om te weten waar iedereen op speelt. Anders wil ik wel tegen jou wageren. Weer buitenspel, Timo, jongen. Helaas, het gaat je niet lukken vandaag. Het gaat je eigenlijk nooit lukken, want ik ga gewoon altijd van je winnen. Zelfs nu kom je er niet door. Is het nou een vrije trap voor mij of voor hem? Ja, dat dacht ik, voor mij. Ja, Timo, ik weet dat je nu fucking boos wordt, hè. Maar I really don't give a shit, jongen. Je bent geen partij voor mij. Ja, oké, Sturridge. Sturridge, hou die bal vast, joh. Oké, gelukkig gaan we de bal. Die kan er ook wel wat mee. Dat is corner. Corner! Wat? Hij trapt er gewoon letterlijk zelf over de lijn heen. Come on! Waarom doe je nu zo, EA? Ik vind het fijn dat je me 1-0 voor laat staan, maar om dan in één keer mij zo te naaien, hè? Dat vind ik niet cool. Uit. Oké, ja, deze bal is dan wel voor Timo. True. Alleen, wat heeft Timo weer een poepteam? Ik heb een goed team, zegt hij. Ik heb een heel goed team. Ah, Vincent! Stomme sukkel! Oh, wat vervloek ik mezelf bij deze. Mis Timo. Jammer, jongen. Bijna. Hij zou nu echt zo zitten van... Wat gebeurt er nou weer? Buitenspel? Lol, de bal ligt op mijn helft. Hoe kan dat dan buitenspel zijn? What the fuck, EA? De bal ligt op mijn helft. Man. Wat een paniek nog die eerste helft. Nou ja, welkom bij de Timo techniek. Lol, gewoon helemaal van richting veranderd. Ja, Timo, je hebt misschien meer balbezit, maar mijn kansen waren nuttiger, efficiënter. En ik ben gewoon, zoals je weet, beter. Dude... Oh, het excuus van Timo op Skype, jongens. Weet je wat hij zegt? Dude, niet op de zeiken, maar ik speel met een bouwlap in mijn gezicht en je stadion met die schaduw is kut. Excuses. Ik hoor allemaal smoesjes, allemaal smoesjes. Allemaal verse smoesjes. Zie je, zulke goede smoesjes dat hij gewoon weer mist. Timo heeft gewoon te veel smoesjes. Oh, wat een faggot. Corner. Haha, daar heb je niks van terug, hè, met Aubameyang. Boom! Oh! Zo'n haar. Het scheelde echt niet veel. Timo gaat in de aanval. Timo gaat in de aanval. Timo die ziet 1 miljoen coins voor zijn neus weggaan. En Timo die haatte mij omdat ik zo verdedigend speel. Maar Timo ging hetzelfde doen. En toen dacht ik van ja, weet je wat Timo? Wat jij kan, kan ik ook. Hè Timo? Ja! Dat vind je niet leuk hè? Nee! Ja, dit doet hij zelf hoor. Hij loopt tegen mij omhoog. Hij loopt gewoon tegen mij omhoog. Hoezo krijg ik daar nou weer geel voor? Hallo scheids. Hier, kijk, hij loopt tegen mij omhoog. Ja, zie je Timo? Je drukt gewoon snel door. Omdat je weet dat ik gelijk heb. Jongen, jongen. Nou Timo, zo'n beetje in de buurt. Zo'n stukje, maar oké. Hop jongens. En nog voorsprong is... Ja, ik vind dat zelf niet voldoende. Corner, dank je. Dank u, dank u. Kom, wat? The fuck? EA, doe even een keer gezond, man. Doe even een keer gezond. Ik schop een bal. Die gaat via zijn speler. Echt, wat de hel is er mis met jullie? Eerst krijg ik geen corner, terwijl ik duidelijk die bal tegen Timo's speler aanschop. En vervolgens... poepserver soms. En vervolgens beukt hij gewoon mijn speler omver naar een schot. En dat is dan niks. Ah ja, cool story, man. Heel coole story. Ongelooflijk, ongelooflijk. Let op, hè. Hier, 3, 2, 1. Hier, oh, drukt hij hem weer door. Drukt hij hem gewoon weer door. Oh, mijn god. Timo, Timo, hoe durf je? Kan je niet tegen je verlies, jongen? Kan je niet tegen je verlies, hè? Ram er gewoon nog even één in, man. Ook al is het 90ste minuut. Timo, je bent gewoon weer 1 miljoen coins kwijt, jongen. Hoppatee, hoppatee. Kom op, Timo. Kom op, Timo. Timo in de pan, olé olé. Timo in de pan, olé olé. Ah, Timo wil rematch. Dit hel, man. Wat een mietje. Voor de mensen die kijken. Wil jij coins kopen? Ga dan naar coinsfifakopen.nl. Gebruik de code TDT. Want deze maand december, als jij coins koopt met de code TDT, dan weten we dat, door die code kunnen we traceren dan met je e-mailadres. Kunnen we dan bekijken dat jij hebt gekocht. En aan de hand daarvan kan ik bij jou thuis langskomen. Een potje FIFA tegen jou spelen bij jou thuis. En je krijgt of je aankoopbedrag terug, of je krijgt het dubbele aan een aantal coins. Nou mensen, wie wil dat nou niet? Dus ga snel naar coinsfifakopen.nl. Gebruik de code TDT daarvoor. En hopelijk mag ik bij jou een potje FIFA komen spelen en jou de coins teruggeven. Mensen, druk allemaal op het duimpje omhoog voor meer wager matches. En wat ik ook al zei, laat even in de comments achter op welke console jij nou het liefst speelt. En waar ik de volgende keer een wager tegen moet doen. En tegen wie. Mensen, tot de volgende keer. En zoals gewoonlijk zeg ik tegen jullie altijd. Ciao! Yo!